wat een ontzettende opkomst. Wat ben ik trots dat er zoveel mensen naar een nieuwjaarsreceptie komen. En dit had ik echt even niet verwacht. Dus de rij was ook iets langer dan ik had verwacht en dus is dat ook een beetje uitgelopen. Maar ja, ik vind het dan wel een beetje bot staan om dat handschudden dan af te breken. Omdat het tijd is, zeg maar. Dat past niet wat minder bij mij. Goedenavond, dames en heren. Mede namens de Raad en het College wens ik u een inspirerend 2019. Op deze voor mij de eerste nieuwjaarsreceptie in Heemstede. Fijn dat u gekomen bent om hopelijk ook elkaar de hand te drukken en alle goeds te wensen voor het nieuwe jaar. In het bijzonder heet ik een bijzondere groep welkom die ik separaat heb uitgenodigd en persoonlijk heb uitgenodigd. Namelijk de nieuwe Nederlanders, de nieuwe Heemstedenaren, die het afgelopen jaar genaturaliseerd zijn. En ik hoop dat de aanwezigheid bij deze bijeenkomst voor hen ook bijdraagt aan hun gevoel van thuis in Heemstede. Persoonlijk, jongens, waar zijn jullie? Dit is persoonlijk. Ja. Dat zijn de bodyguards. Persoonlijk, voor mij en mijn gezin was 2018 een heel bijzonder jaar met veel veranderingen. Een nieuwe werkplek, een deels nieuwe woonomgeving en voor mij ook een nieuwe partner. En ik ben trots op mijn zoons die hun draai hebben gevonden op een nieuwe vriendenkring, gezetteld zijn op school en over zijn gegaan, ondanks de wisseling halverwege het schooljaar. En actief zijn in hun nieuwe sport of hun favoriete sport, deels in Heemstede. Want Rijk die basketbalt nog in Landsmeer. Daar spelen ze Eredivisie. Ja, het is niet anders. Trots ook omdat het schoolbord bij ons in de keuken het afgelopen jaar soms niet veel gaatjes liet zien in het weekprogramma om quality time met elkaar te hebben. Dus ik hoop dat ik in mijn tweede ambtsjaar, jongens, iets meer tijd heb om de tijd met elkaar door te brengen. Dat is in ieder geval mijn voornemen voor 2019. Nu hoef je hier niet meer te blijven staan. Mag je weg. En als ik klaar ben met speechen, mag je helemaal weg. Mijn partner kan hier niet bij staan. Wij zijn vandaag, zoals u weet, is zij ook burgemeester in een andere gemeente. Die had voor mij het nieuwjaarsreceptie en moest nu door naar de gemeente Waterland. Dus ik kan er niet bij haar bij zijn en zij niet bij mij. Misschien dat we dat volgend jaar anders geregeld krijgen. Ik begin met een terugblik. Voor Heemstede staat een nieuw jaar te wachten met een hele hoop ambities. Maar voordat ik u daarin meeneem en mijn mijmeringen daarover, laat ik u nog even in spanning en blik ik graag terug over het afgelopen jaar. Wellicht hebt u via Facebook meegekregen dat Heemstedenaren zeer enthousiast gereageerd hebben op mijn oproep tijdens mijn installatie om mij uit te nodigen om mij hun Heemsteden te laten zien. Om kennis te maken met de Heemstedenaren en een beeld te krijgen van de kracht van de samenleving en de dilemma's waar we voor staan. Meer dan 40 uitnodigingen heb ik ontvangen. Dat waren er iets meer dan ik verwacht had. Een kleine greep dus uit het afgelopen jaar. Het begon, en ik ben heel blij dat ze aanwezig zijn, dus wil ik ze ook absoluut voornoemen, met de meiden van de WABO. Waar zijn jullie? Ja, daarachter. Die hebben echt vliegensvlug zich aangemeld en ook gezegd dat ze heel flexibel waren, dat ze me ten alle tijden, maar het liefst op zaterdagochtend wilden ontvangen. En dus was ik daar, geloof ik, nog geen anderhalve week na de uitnodiging. Ik heb gezeild met de jeugd van NJV De Haven. Ik heb ontbeten met meerdere groepen 5 en 6. Ik heb meegezongen met koorrepetities van een aantal koren. Ik was natuurlijk aanwezig bij het 25-jarig jubileumconcert van het Voorwegkoor in Hoofddorp. Ik heb mijn eerste botendoop mogen doen bij de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne. Ik heb 4 verschillende bezoeken gebracht aan het Manpadslaangebied. U kunt zich voorstellen dat dat uit verschillende perspectieven ook was. Maar dat gebied dat leeft, dat is duidelijk. Dat we daar een goed gesprek met elkaar over moeten hebben ook. Ik heb een bezoek gebracht bij Kom in mijn tuin toen en grootouders met kleinkinderen er waren. En dementerende senioren die daar ook in de tuin aan het werk waren. Wat een passie en wat mooi om te zien. Die glimlach op het gezicht.
Ik heb meegewerkt bij Meermond, samen met D66. Ik heb kennis gemaakt met de taalcoaches, met Clara vooral, het boegbeeld, die niet te vergeten. De Joodse gemeenschap heb ik diverse contacten mee gehad, ook samen met de politie in verband met hun veiligheid. Ik heb de Rotaries bezocht, ik heb de Soroptimisten bezocht. Daar wist ik even niet wat dat was, maar dat is kort gezegd de vrouwelijke variant van de Rotary. Sort of, hè? Ik heb vrijwilligers van Dorcas gesproken, de historische vereniging bezocht, een heel aantal woongroepen bezocht waar ik ook nog beschermvrouwen van mocht worden en één keer met de jongens mocht barbecuen. Als tegenprestatie voor mijn beschermvrouwerschap, dat, je moet natuurlijk iets ook doen daarvoor, denk ik. En ga zo maar door en het is echt te veel om op te noemen. Heemstede kent een rijk cultureel en sportief leven. En alle activiteiten waren niet mogelijk geweest zonder de inzet van talloze vrijwilligers die zich jaar in jaar uit bezighouden met deze activiteiten en dat mogelijk maken. Met het gevoel voor kwaliteit weet Heemstede ook feestjes te vieren. De ontvangst van 50-jarige huwden werd erg gewaardeerd. Als ook de nieuwe inwonersdag, dat was voor mij een nieuw fenomeen, maar ik vind... Ik zou me als inwoner enorm welkom voelen in mijn gemeente. Ik vond dat ook een prachtig initiatief. Evenementen als Koningsdag, Veteranendag, Heemstede herdenkt en ook de jaarwisseling is gelukkig uitstekend georganiseerd en verlopen. Overal waar ik kwam, werd ik warm ontvangen en vonden open gesprekken plaats. Mensen zijn trots op Heemstede. Vinden het de mooiste plek om te wonen, dat is het natuurlijk ook gewoon. Koesteren de omgeving en zetten zich met passie in voor elkaar en de gemeenschap. Ook wordt waardering gelukkig uitgesproken, daar ben ik altijd heel blij mee als burgemeester, voor de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente en de prettige samenwerking en de open houding met de gemeente. Met andere woorden, Heemstede is een prachtige gemeente, heeft bevlogen mensen die zich inzetten voor de gemeenschap, bij wie kwaliteit voorop staat. Deels een bevolking heeft die vooruitstrevend is, maar toch ook een tikkeltje behoudend. Er is in 2019 veel om ons op te verheugen. In 2019 is het 100 jaar geleden dat het kiesrecht voor vrouwen is ingevoerd. Namen als Wilhelmina Drucker, Aletta Jacobs, Annette Versluis-Poelman springen in herinnering. De raad heeft een motie aangenomen op dit onderwerp. En ik ben benieuwd welke vrouwen u zou willen voordragen die zich in het bijzonder hebben ingespannen om de positie van vrouwen in de democratie te verbeteren. Ik kijk uit naar uw suggesties. Ook dit jaar mogen we van dat verworven stemrecht gebruik maken om te stemmen. Voor Provinciale Staten, die de samenstelling van de Eerste Kamer bepaalt, de waterschappen en het Europees Parlement. Ik roep u dan ook van harte op om van uw stemrecht gebruik te maken. Zeker degene die nu afgelopen jaar Nederlander zijn geworden. Om zichtbaar te maken dat u een sterke en weerbare democratie een warm hart toedraagt. In mei begint het herdenkingsjaar 75 jaar bevrijding. En in vele gemeenten worden activiteiten geïnitieerd om die vrijheid te vieren. Hoe leuk zou het zijn als ook in Heemstede een vrijheidsmaaltijd wordt georganiseerd? Mocht u dat een leuk idee vinden en zich willen melden, dan hoor ik dat graag. Met een eerste brainstormsessie met een groep inwoners over het Adriaan Pauwjaar is een aftrap gegeven met de voorbereiding voor het beste idee van Heemstede. In 2019 zullen de diverse initiatieven verder vormgegeven worden om er in 2020 een feestjaar van te maken. Mocht u zich daarvoor willen inzetten, dan bent u ook van harte welkom. En nog een heel bijzonder nieuwtje. Op de valreep van het oude jaar heeft Heemstede een schenking gekregen met een bijzonder doel. De heer en mevrouw Bits hebben jarenlang genoten van het wandelbos Groenendaal. Als blijk van waardering heeft de heer Bits, mede namens zijn zus die inmiddels overleden is, een schenking gedaan ten behoeve van de herbouw van het Belvedere in het Wandelbos. Een aanwisdienst denk ik voor de beleving van het bos,
en al zijn bezoekers. We zijn mevrouw en de heer Bits bijzonder dankbaar voor deze mooie gift. En in 2019 zullen de voorbereidingen in gang worden gezet om het te realiseren. Natuurlijk hoopt de heer Bits dat hij daar nauw bij betrokken raakt en blijft. En dat gaan we ook regelen. Sinds de verkiezingen kent het bestuur en een gemeenteraad en een college met vele nieuwe gezichten en frisse ideeën. U heeft de mogelijkheid om hierna dan met elkaar kennis te maken voor zover u elkaar nog niet was tegengekomen. In vele gemeenten wordt bestuurd op basis van een raadsbreed vastgesteld programma. In Heemstede bleek die vorm begrijpelijk nog een stap te ver. Wel is een deel van het programma opengelaten, wat we noemen het hoofdstuk 3. Waarvoor u als inwoners ideeën kunt aandragen. En binnenkort zal de raad spelregels vaststellen voor dat hoofdstuk 3. En ik hoop dat we dan in 2019 de eerste ideeën kunnen vormgeven. Ik merk, en wellicht dat u dat ook gemerkt heeft, dat het politiek bestuurlijk nog even wennen is aan de nieuwe rol en het tijd vergt om een nieuwe balans te vinden in het bestuur. Dat is begrijpelijk, dus mijn oproep is, neem daar ook de tijd voor. Ik hoop daarbij dat u daarbij in het achterhoofd houdt dat het in de politiek niet om de populariteitsprijs gaat. Kiezers knappen juist af als politici in vergaderingen of in media alleen bezig zijn om elkaar vliegen af te vangen en de meest pakkende one-liners te produceren voor de media. Geef het juiste voorbeeld. De 27.000 inwoners van Heemstede verdienen een degelijk en betrouwbaar bestuur met goede omgangsvormen naar elkaar. Werken aan de toekomst gebeurt in Heemstede gelukkig al enige jaren samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen. De afgelopen jaren is een degelijk fundament gelegd voor participatie. Vele onderwerpen krijgen in samenspraak met inwoners en betrokkenen vorm. Ook lukt het steeds beter om adequaat te reageren op initiatieven vanuit die samenleving. Thorbecke heeft gezegd, het openbaar bestuur moet met zijn tijd meebewegen. Anders zal het niet meer naar behoren functioneren. De tijd staat niet stil. En de veranderende samenleving vraagt om een bestuur dat zich blijvend ontwikkelt. Mijn voorgangster memoreerde al eerder de noodzaak tot blijvende vernieuwing van de democratie. Ik ben het daar roerend mee eens. De minister riep vorig jaar in het Thorbecke speech ook nog op tot experimenteren. Ik ben dan ook blij dat we in februari van start gaan met een gezamenlijke verkenning van dit onderwerp. Ik spreek de hoop uit dat we daar ruim de tijd voor nemen. Dit tijdperk vraagt immers niet om het simpel verruilen van oude structuur met een nieuwe, maar om een permanente dialoog met hoe we ons tot elkaar verhouden. Ik hoop dat velen van u willen meepraten en hun visie wilt geven. Bij de lancering van het Digipanel is onder inwoners al eerste inventarisatie gemaakt. En de raad heeft eind vorig jaar zelf verkend welke rol zij passend vinden bij de raad. Ik ben dan ook benieuwd wat de dialoog met elkaar gaat opleveren. En wat dat betekent voor de wijze waarop de raad vergadert. Op dat punt kan ik u trots vermelden dat u binnenkort de vergadering live kunt volgen. Audio en video. En dan voeg ik er een voornemen aan mijn kant aan toe. Waarvan ik hoop dat dat een gezamenlijk voornemen is. En dat u namelijk de televisie kunt uitzetten uiterlijk op 2300 uur. Omdat alsdan de vergaderingen zijn afgelopen. Voor de uitvoering van onderwerpen als jeugdzorg, mobiliteit, veiligheid, maar ook omgevingsvisie, duurzaamheid en energietransitie is samenwerking in de regio onontbeerlijk. Heemstede maakt deel uit van de regio Kennemerland en de metropoolregio Amsterdam. Uit mijn ronde langs de bestuurders in de regio is gebleken dat er een wens is regionale samenwerking te versterken. Afgelopen jaar hebben de gemeenteraden van Zuid-Kennemerland al een aantal keren met elkaar van gedachten gewisseld over deze thema's. In 2019 pakken we dit gewoon verder op. Tot slot. Zoals u van mijn voorgangster gewend was, sluit ik graag af met mijn persoonlijke kleine en grote wensen.
voor mij en voor u. Ik wens dat we nog meer begrip hebben voor elkaar, elkaar steunen en het gesprek met elkaar en niet over elkaar aangaan als dat nodig is. Dat we een modus vinden waardoor jongeren enthousiast zijn om te laten horen wat zij belangrijk vinden. Een modus die bij hen past en niet een modus die wij voor hen verzinnen. Persoonlijke noot misschien een beetje, maar ik hoop dat u dat deelt, dat de Nashville-verklaring niets zegt over de tolerantie in Nederland. Morgen hijsen we de vlag op. Dat we vaker oprecht geïnteresseerd naar elkaar luisteren en vragen stellen. Openstaan voor andere perspectieven. En dan een hele tijd niks. En ons eigen oordeel zo lang mogelijk uitstellen. Ook op social media. Dat we belangrijke stappen zetten om het woord inclusiviteit overbodig te maken. En dat er vele kleine en grote momenten zijn waarop u zelf gelukkig bent of een ander iets gelukkiger maakt. Namens het college en de raad hoop ik u nog vaak te ontmoeten en wens ik u een gezond, creatief, uitdagend en inspirerend 2019. Dank u wel.